Van harte welkom in Holland Casino Venlo. Allergrootste toernooi ooit in de geschiedenis van het Holland Casino. Sander, had je ooit gedacht dat er een toernooi van meer dan 1000 entries zou zijn? Ja. Nee. Ik had het niet zien aankomen. Ik had van tevoren verwacht dat ze het nog best moeilijk zouden hebben met de guarantee. Mooi is, de organisatie had er absoluut vertrouwen in. Want ze hebben natuurlijk, ze hadden 585 entries nodig om de guarantee te halen. Nou, die hadden ze al na 50 dagen, geloof ik. En van tevoren werd ook gezegd, ja, 1000 is wel realistisch. 1000, daar geloven we wel in. Ik vond het heel mooi. Ja. Het is ook gelukt. Ja, prachtig. 1079 entries hier, verdeeld over 9 startdagen. We zitten nu bij de laatste 21 spelers in de 200 euro smallbound. Zo heet het officieel. Iedereen noemt het de 100k guaranteed. Bekt ook veel lekker dan de 200 euro smallbound. Maar goed, de 100k guaranteed. Het meeste aantal buy-ins ooit gewonnen in een Holland Casino toernooi. 26.453 voor de eerste plek uit mijn hoofd. Tel maar uit, wat is het? 130 keer de buy-in? Ja. Ongeveer. Bekende namen nog in de race, even snel noemen. Mark Hovers. Natuurlijk vanuit Poker City perspectief de bekendste. Alex Doever erbij, die loopt hier. Dus ik denk dat hij zo... Zit je nog in, Alex? Ja. Heel goed. Hier, deze tafel zo? Oké. Okay. Ja, ja. Een van de namen die ik nog wel kende was Nusret Altmakka. Die had een diepe run in main event dit jaar bij de MCOP. Hij stond twee in de tips aan het begin van de dag. Dus we gaan zo kijken hoe het ervoor staat. Daar komen de spelers al. Dus wij gaan de studio even verlaten. De camera's op de tafel richten. En blijf lekker kijken. De actie gaat zo losbarsten. Tot zo.